Een goedemorgen, welkom. Vandaag gaan we aan de slag met een superleuk projectje. Allereerst even vertellen, ik ben Christine Sijs, onafhankelijk stamping-up demonstratrice in Breda. En alle spulletjes die ik gebruik in mijn workshops online zijn bij mij te bestellen. Dat kan u doen via een e-mail op christine.sijs@ziggo.nl. Die zet ik dadelijk ook onderaan. En anders kan u ook via de webshop. De link zal ik ook in de opmerkingen plaatsen. Vandaag gaan we dus aan de slag met een superleuk nieuwe set uit de nieuwe catalogus. De So Much Happy Set. Dag Irma. ik ga gelijk maar van slag. Dus kijk, dit is onze set. Daar staan ontzettend veel leuke ballonnetjes in. Ik ben gek op de sterretjes. Dat vond ik sowieso al heel leuk. En ja, hele leuke teksten in best groot lettertype. Dus ja, heel goed om te lezen van veraf. Die heb ik hier ook op gebruikt. En we gaan gebruik maken van onze stansen. Dat zijn onze happy dies. Nu, in het begin dacht ik van, jee, hoe zit dit nou in godsnaam in elkaar? Maar het werkt echt heel simpel, dat ga je zo zien. Dus vandaag gaan we dit kaartje maken. Ik heb hem nu in het roze gemaakt. En je zal zien, ik ga eventjes wat dichter proberen te zetten. Dat hier allemaal sterretjes op zijn. Die gaan we dus zelf stempelen. En dan vervolgens erop kleven. Maar dat ga je zo zien hoe dat we dat doen. Dus ik ga er maar gelijk aan beginnen. En ik zal eerst laten weten welk materiaal we nodig hebben. We hebben nodig een basiskaartje. Die is 21 bij 14,5. En die heb ik gerild op 10,5. Vervolgens hebben we ook nog nodig een matje, een kleurenmat. Ik ga vandaag de blauwe variant maken. Dus ik heb onze nieuwe in color, de Misty Moonlight, vandaag gebruikt. Dus dan gaan we daar eens een variant mee maken. Ik denk meer jongensachtig. Dit is echt typisch een meisjeskaart. Dus we gaan hem nu eens even voor de jongens maken. En we hebben nodig een mat van, trouwens deze is 14 bij 10. En deze is 13,5 bij 9,5 centimeter. Dus we gaan gelijk beginnen. Wat we ook nodig hebben zijn een paar restantjes. Want om dit te maken, dat doe ik dus uit de restantjes en de ballonnetjes uiteraard ook. Goed, we gaan beginnen stempelen. Eerst en vooral nemen we ons sterretjesstempeltje. En die zetten we op een blok. En aangezien we vandaag dus in het blauw gaan werken, ga ik hem dus ook blauwe sterretjes geven. We gaan even kijken. Ik heb 3 kleuren genomen vandaag. De Misty Moonlight, de Seaside Spray, dat is de in-color van vorig jaar. En dan de Smoky Slate voor de tekst. Of dat kan ook nog zijn dat ik hem in het zwart doe, afhankelijk van hoe ik het vind uitkomen. Maar we beginnen met, wat zou ik doen? Zou ik nou de lichte sterretjes of zou ik de donkere? Nou, ik ga de donkere doen. Kijk. En dan gaan we gewoon stempelen. Een beetje naast elkaar. Want we willen dadelijk dat die happy er heel mooi uitkomt. Hieronder nog een keertje. Ik ga hem omdraaien. En dan denk ik dat ik ver genoeg heb. Ik ga even kijken. Ik neem even de dies eruit. En zo, deze hebben we nodig. Kijken. Ja, die kan er al helemaal mooi uit. Dus dat is de bedoeling, dat we die daar gaan mee uitstansen. Even mijn stempel proper maken met onze chamois. Zo. En dan kan die weg, want die heb ik niet meer nodig, die sterretjes. Dan nemen we onze platen van de Big Shots.
Ik heb de Big Shot naast mij geplaatst, omdat ik wil voorkomen dat heel mijn tafel beweegt. Dus wij leggen ons papiertje en onze stans zo onder de Big Shot. En die draaien we er even door. Dat ga ik meteen doen. Momentje. Zo. Nemen we deze er even uit. Dit zijn allemaal restantjes. Die hebben we niet nodig. Dit hebben we wel nodig. Zo, dit even opruimen. En je ziet, mijn platen zijn aan vervanging toe. Ik heb er wel nieuwe, maar ik weet niet meer waar ik ze gelegd heb. Tof, hè? Dus, maar ja, goed. Dus deze hebben we zo dadelijk nodig. Nu gaan we eerst ons frontje door de Big Shot halen, want die happy die willen wij hier ook op hebben. En dan doen we dat heel eenvoudig. Dus ik ga weer mijn platen nemen. Dan nemen we ons papiertje. En je ziet, hij kan er net op. Je zou hem ook eventueel zo kunnen leggen. Ik ga hem zo leggen. Dan kijken we dat hij ongeveer recht ligt. En dat doet hij, denk ik. Leggen we de plaat erop. En dan halen we hem weer door de Big Shot. En dan hoop ik dat hij nou niet verschuift. Even kijken. Iets verschoven. Ja, zo doet hij. Zo. Dan hebben we dit alweer. Kijk, en dan heb je al eigenlijk meteen een heel leuk frontje om te gebruiken op een kaart. Nu, vervolgens gaan we dit even opzij leggen, want die heb ik dadelijk nog nodig. Vervolgens gaan we dus deze gaan we uitsnijden. Dat kunnen we met de schaar, maar ik ga even heel snel dat stukje eraf halen. En dan neem ik dat kleine hakkertje, of dat haktoestelletje. Hoi Christina! Kijk, dan gaan we deze er even bij nemen. Dit is een ontzettend handig toestel als je heel snel en ja, heel zuivere snedes wilt hebben. Dan leg ik dat net op het randje. Zo. En dan snij ik dat. Haal ik dit eraf. Dan draai ik hem om. En dan probeer ik wederom om dat mooi uit te lijnen. Dat vast te houden. En dan snij ik. Dit is afval. En dan krijgen we hier, als het goed is, dit leg ik weg. Onze mooie tekst. Met onze sterretjes erop. Zo. Dan gaan we deze kleven op ons matje. Nu, ik had mij voorgenomen om mijn siliconen matje eronder te leggen. En dat ben ik vergeten te nemen natuurlijk. Dus even kijken of ik hem heel snel erbij kan nemen. Dan even kijken waar dit zit. Nou, hier zit hij. Die leg ik daar onder. Dan pak ik al deze kleine dingetjes. Zo. En dan neem ik mijn Tombow. En ik heb van de week van een hele leuke vriendin en mededemo een heel leuk doosje gehad om mijn Tombow in te zetten. Dat heb ik van Irma. Vind ik hartstikke handig. Dus nu ga ik niet meer elke keer moeten tikken om de lijm vloeiend te krijgen, want in principe zou het nu gelijk moeten gaan. Dus dank je wel ervoor, Irma. Kijk, we gaan proberen hier allemaal een beetje lijm op te leggen. Doe hem ondertussen dicht. Hoppa. En dan lijmen we ze één voor één
op ons kaartje. Zo. Dan de volgende. Oh, ik ga de twee tegelijk doen. Zo. Dat moet lukken, toch? En dan kunnen we nog een beetje centreren, want ik wil wel dat die mooi recht erop ligt. Zo. En P. Ja. En dan de volgende. Even kijken dat hij mooi op elkaar ligt, dus dat je geen dubbele zicht krijgt van jouw lijnen of jouw tekst. Want dat zou niet mooi zijn. Even mooi uitlijnen. Zo. Dan zit hij volgens mij helemaal goed. Laten we heel even drogen. Dan gaan we vervolgens onze ballonnetjes al stempelen. Ik ga dit even opzij leggen tot dit helemaal mooi droog is. En het voordeel als het op het siliconen matje is dat niet al jouw papier eronder blijft plakken. En ja, dat je het netjes kan verlijmen. Zonder dat alles plakt. En een siliconen matje kan je gewoon reinigen onder de kraan. Dus dit leggen we heel even opzij. Als ik een plekje vind, oh hier zo. We gaan onze ballonnetjes stempelen. Dat doen we ook weer op kleine restantjes. Ik neem er enkele. Even kijken hier zo. Kijken dat ik de proper kant heb. Dan gaan we een paar ballonnetjes doen. Ik vind die met die sterretjes natuurlijk ook super leuk. Dus die gaan we twee keer doen. Dan heb ik er hier nog eentje en dan wil ik nog een kleintje. Zo. En die gaan we dan in de twee kleuren doen. Die doe ik in de Musty Moonlight. Eentje met sterretjes. Misschien vind ik hem wel iets te donker, we zullen het zien. Nee, ik vind hem leuk. Als hij zo donker is. Dan doe ik er ook nog eentje met de gewone. Zonder sterretjes. Misschien moet ik die in het licht ook doen. Maar ik stempel er gewoon een paar. En dan zie ik dadelijk wel wat ik gebruik. Ik doe ook nog een kleintje. Zo. Dan gaan we dat allemaal reinigen. Die hebben we nog eens nodig. Zo. En dan nemen we onze tweede kleur, onze lichtere kleur. Dat is de Seaside Spray. En dan gaan we daar ook mee aan de slag. En maken we ook een paar ballonnetjes. Dus een... Eentje met sterren. En dan er een grote zonder. En dan doe ik er misschien twee kleintjes van die lichte. Zo. Prima. Reinigen weer. Misschien toch nog een eentje in dat donker doen, in de Misty Moonlight met die sterren. Want ik vind dat dat toch heel leuk is als dat een beetje opvalt.
En we kunnen hem beter nu stempelen. En als we er dan eentje te veel hebben, dan gebruiken we hem wel op een andere kaart. Ik denk dat die nog heel vaak gaat gebruikt worden, deze set. Kijk, zet er hier nog eentje. Oh, en die heb ik niet goed gestempeld. Dus dat gaan we gewoon nog eens doen. Zo. En dan gaan we ze uitsnijden of beter stansen met de Big Shot weer. Dus dan ben ik weer heel even bezig met stansen. We leggen hem erop. Zo. Even kijken. We nemen de kleine ballon. En de grote ballon. En dan gaan we even stansen. Dan ga ik zo. De klein ballonnetje is iets vervelender om te centreren onder de stans. Kijk. Ik draai hem heel even door de Big Shot. En ondertussen is mijn grote ballon alweer verschoven. Je zou kunnen een magneetplaat nemen, maar ik heb de ervaring dat dat met zo'n kleine dingen dan altijd verspringt. Dus ik doe het maar met de gewone plaat. Zo. En dan moet ik dat een paar keren doen, want ik heb er natuurlijk een paar gemaakt hier. En dan verspringt die toch nog hoor. Dus met die kleine dingetjes is het soms echt lastig. Zeker als je platen al een beetje krom getrokken zijn, dan is het een beetje lastig. Maar het gaat. Zo, nog een keertje. En het is misschien vervelend dat jullie niet zien hoe ik dat op de Big Shot doe. Maar geloof me, als ik het op mijn bureau zou doen onder de camera, dan worden jullie allemaal echt zeer ziek. Dus het is beter dat ik het gewoon naast mijn bureau voorlopig doe. Deze nog. Zo. Ja, verschuift toch altijd een beetje, maar maakt niet uit. Het is handwerk, dus... En dan wil ik deze er nog heel even uit. En ik denk dat ik die lichte grote niet ga nodig hebben, of wel? Nou, misschien toch wel. Ik doe ze allebei nog heel even. Zo. Nou, ondertussen springt die weer. Dan nog eentje en dan ben ik klaar met stansen. Ogenblikje hoor. Zo. Klaar. Kijk, nou kunnen we een beetje zelf zien wat we mooi vinden. Even deze weghangen die daar is, want dat kleintje, daar ben je zo kwijt. Zo. Dan nemen we ons kaartje. Hier zo. Wij kunnen deze in principe al opkleven op ons achtergrondje, op ons blauw. Dus dat gaan we doen. Zo. Makkelijk toch, hè? Dat gelijk in één keer lijm geeft zonder dat je daar moet zitten op tikken. Echt een heel leuk dingetje. Dan gaan we mooi proberen centreren.
Zo. Netjes. En dan gaan we ons ballonnetjes doen. Ik heb rond een paar ballonnen een stukje bekerstwijn gebruikt. Nu ga ik eens even kijken welke ballonnen ik ga gebruiken. Of dan ik dan een lichte en een donkere zal gebruiken. Zo, ik bouw ze nogal graag naar omhoog op in... zo misschien. Ja, vind ik best wel leuk. Dus ik ga ze zo doen. Dus deze mogen heel even opzij. Of doe ik er nog een kleintje bij? Nee, goed is goed hè, Christine. Nee, we doen het niet. Goed is goed. Deze even opzij. Dan beginnen we met opkleven van de kleintjes. En die doe ik al, omdat ik anders dadelijk niet meer weet hoe ik ze wil hebben. Dus ik doe hier een kleintje. En die wil ik net wel dat dingetje zien. Zo. En dan kleef ik deze op. Dan wil ik net onder dat dingetje zo. En dan deze. Je ziet, dat is een kaart die echt heel snel klaar is. Hè? Als je de goede materialen gebruikt, dan is dat zo klaar. Dus deze gaan we nu ook zo een lintje aanmaken of een touwtje. En dat heb ik met onze bekerstwijn gedaan. Die is er helaas wel uit. Maar in de pets suit zit het combo lint. Waar dat je rood en wit en zwart en wit hebt. En die kun je daar ook voor gebruiken. Dus ook heel dun touw. En die zou je er ook kunnen voor gebruiken. En dan het witte eruit trekken. Ik ga een paar lintjes nemen. Ik neem ze niet te kort. Want anders kan ik ze niet strikken. Dus dan doen we dat zo. Ik ga eerst een knoopje maken. Die trek ik al een beetje aan. Dan pak ik mijn ballonnetje en dan trek ik mijn knoopje verder vast op mijn ballonnetje. En je ziet, dat is een gepriegel, maar het lukt. Met geduld. Zo. Dan een strikje. Dat is een ander paar mouwen, maar dat lukt ook. Maar natuurlijk nooit zo makkelijk als ik online ben, ten opzichte van wat ik het doe, als ik gewoon op mijn gemakkie en het knutselen ben. Maar het valt nog mee. Een beetje bijtrekken. We willen niet zo'n hele grote gigastrik. Zo. Mag nog een beetje kleiner. Nummertje 1, dan nummer 2. Kijken. We trekken hem eerst een beetje aan. We nemen ons ballonnetje. Er zullen ongetwijfeld nog wel betere technieken zijn om dat eenvoudig te doen, maar ik vind dit ook nog best goed meevallen. Dan maak ik wel een strik. Even aantrekken. Zo. Niet te groot maken. Kijk, klaar. Dan zijn deze weer klaar om te gebruiken. Nu pak ik heel even mijn gloedarts. En dan gaan we kijken waar we die ballonnetjes willen hebben. Ik denk, ik
doet weer gewoon zo. Eentje hier. En dan eentje hieronder. Zo. Ja, lijkt me leuk. En dan doe ik wel van eentje een stukje van het lint afknippen. Maar dat doe ik niet zomaar zonder dat vast te zetten. Dus ik pak een gloedotje. En dan doe ik achteraan hier op zo'n ballonneke een klein gloedotje. Dan knip ik een heel klein stuk. Nee, ik doe hem eerst plakken. Dat hij vast zit. En dan knip ik het af. Zo. Dan heb ik een dimensional nodig. En die doe ik hierop. En ik doe voor alle zekerheid er nog eentje. Het is niet echt nodig, maar ik ga het toch maar doen. Zo. En deze kleven we dan waar dat we hem willen hebben. En ik hoop dat ik het nou goed doe. Zo. Dan hebben we deze nog. En die komt dan eigenlijk hiernaast. En daar ga ik gewoon dimensionals, één dimensional achter kleven. Hoppa. En die kleven we dan hier gewoon bij. Even kijken waar ik hem echt wil. Een heel klein beetje erachter. Zo. Ja. En dan even kijken. Zie je, want als je er dan aan trekt, dan trek je ze los. Daar moet je echt voorzichtig mee zijn. Ik ga even mijn tikkerpik tool er doorheen halen. Zo. Want je wil hem natuurlijk niet helemaal los trekken. Kijk. Zo. Dan kunnen we dit een beetje inkorten. Als dat te lang is, is het sowieso niet mooi. Dan nemen we onze basiskaart. Mooi. Vouwen. Wat je zou kunnen doen is, als je wil voorkomen dat dit loskomt, is eventueel, en ik ga dat ook doen denk ik, is zo'n gloedotje erachteraan hangen. Even een beetje plooien. En dan stop je hem hierachter. Kijk. En dan kan er met dat strikske niks mee gebeuren. Want het zou wel echt heel jammer zijn dat dat, ik ga dat met die ook doen. Dat de ontvanger aan het touwtje trekt en dat jouw kaart, dat lint eraf komt, dan, ja. Zou wel heel jammer zijn, toch? Dus hier plakken we dat ook onderaan. Kijk, hè. Zo. Zie dat het mooi zit. Kijk, dan kan er niks gebeuren met die lintjes. Weggooien. Dit gaan we bevestigen op onze basiskaart middels ook dimensionals. Ik ga eens even kijken. Deze is eigenlijk zo goed als op, dus ik ga hem helemaal opgebruiken. Ik hoef die dingen nooit weg te gooien. Zo. Ik heb er nog een paar bij. Even de papiertjes eraf halen. Zo. Ik denk nog die in de hoek en dan zijn we er klaar mee. Ja. Want ze blijven wel goed plakken, hè, die dimensions. En dan gaan we kijken om hem recht op ons kaart te doen. Ik moet even met mijn hoofd, denk ik,
voor het scherm. Zo. Zit hij goed. En dan ons tekstje nog. Happy birthday uiteraard. Dus die gaan we stempelen op het stukje. Scrap of restantje. Ik ga je iets groter nemen. Zo. En dan nemen we het tekstje er ook bij. Waar zit die? Oh, hier zo. Die erop. En dan gaan we dan... ik ga hem eerst in het smoky sleet doen. Als ik denk van, nou, het lijkt me een beetje te licht. Dan draai ik mijn papiertje om en dan... doe ik hem even in het Memento Black. Even kijken. Nee, ik vind het leuk. We gaan hem zo gebruiken. Dus een smoky slate vind ik prima kleur. Even de stempel weer reinigen. Dan dit even laten drogen. Wat we ook nog gaan doen is met onze chalkmarker een paar witte accenten aanbrengen op onze ballonnen. En ik zie dat ik daar een klein vlekje heb, maar eens even. Dat is iets dat, dan moet je een paar keer overgaan, want anders zie je het echt niet. Maar je moet het gewoon even laten drogen. En dan doe je het nog een keertje. Zo. Op die lichte kleur ga je dat nu niet zo heel erg goed zien. Maar op het donkere zie je het wel, hè. Zie je? Ik doe een beetje stipjes aanbrengen. Dat lijkt precies toch net iets beter te werken. Zo. Oké. Dan gaan we deze knippen. En dat vind ik wel zo leuk om te doen, dat knippen. Want, werkt rustgevend. En ontspannend. Als het lukt, want als het niet lukt en je knipt verkeerd, dan is het helemaal niet meer ontspannend. Dan worden er al... hyperambitant van. Nou, kijk. Die hebben we. En die komt dan hier eigenlijk zo heel schuin tegenop. Met een beetje lijm. Die doe ik alleen maar hier een beetje aan. En dan ter decoratie kunnen we er, oftewel, ik heb hier van die mooie parelsteentjes gebruikt, maar we zouden ook eventueel, ik ga eens kijken of dat ik die heb in het blauw en anders kleur ik er een paar. Maar ik dacht, ja, want dat zijn natuurlijk niet de blauwe die ik moet hebben. Even kijken. Nee, hier staat niet de goede, er zit niet de goede kleur bij. Dus dat doen we niet. Dan pakken we gewoon onze gewone witte. En ik heb hier ergens nog een paar steentjes, restantjes. En die ga ik daarvoor gebruiken. En dan zou ik eigenlijk ook die witte gewoon kunnen gebruiken. Ik ga dat doen, dat is lekker stoer.
Ja, we gaan die witte doen. Met een paar van die witte steentjes, niet te groot. Zo. Zo. En misschien, nee, nou. En dan is ons kaartje voor vandaag alweer klaar. U ziet, heel makkelijk om te maken. Deze was onze voorbeeldkaart. Dat is een mooie roze tint. Ik had hier gebruik gemaakt van Rococo Roze en de Blushing Bride. En deze hebben we vandaag dan de mannelijke of de jongensachtige variant gemaakt. In de nieuwe in-color Misty Moonlight met dan de Seaside Spray. Nou, en dan uiteraard onze prachtige stempelset So Much Happy en de bijhorende dies daarbij. Ik zou zeggen, probeer het even uit. Als jullie hem gemaakt hebben of ja, iets gelijkaardigs met deze set, laat het weten en post het op mijn Facebookpagina. En voor mij rest nog alleen te zeggen tot volgende week. Ik wens jullie een heel fijn weekend en ik zie jullie graag volgende week weer terug. Dag!